Ja, we zijn uh, dit keer voor het eerst begonnen met een zomerexpositie waar zowel de toeristen iets aan hebben als de inwoners van Almelo. Een leuke looproute door het centrum van Almelo met alle oude gebouwen. Met een leuke beschrijving erbij dat je ook weet een beetje over de historie van het gebouw. En dat is zowel voor toeristen als voor inwoners is dat heel leuk om te lopen. Zo'n 6,5 kilometer. Hij mag natuurlijk ook op de fiets, maar het is een looproute. Ja, en jullie hebben hier ook aangegeven recreëren op het water. Dus waar mensen kano's kunnen huren en, en overnachten. Uh, dit is echt uh, zeg maar met de toeristische inslag, hè? Ja, dat hebben we met name gedaan omdat we natuurlijk de laatste paar jaar ontzettend veel, goed bezocht worden door toeristen. En ja, nu, het is nu de tijd daarvoor. Dus hebben we daar ook in meegenomen de hotels in Almelo, de BB's, de waterrecreatie die mogelijk is. En, en wat verder in Almelo zo bezienswaardig is. Ja, en wat mensen ook kunnen bewonderen. Heel veel oude foto's, dus van de jaren, als ik dat zo moet inschatten, 60, 70, van Almelo hier hangen. Ja, die zijn uit een uh, vorige expositie, uh, die stond nog in ons archief. En dat sloot natuurlijk enorm leuk aan bij deze expositie. Dus we hebben een beetje opgevuld met die leuke oude foto's van Almelo. Ja, dat klopt. Ja, wat, wat ik zo zag, is uh, dat mensen ze wel uh, nieuw als, 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 als oud kunnen uh, bezichtigen. Ja, nou goed, kijk, als je de route gaat doen, dan wat eh, er nog staat. En, en Dit is eigenlijk alleen oud. En de foto's die daar hangen, daar kunnen ook dingen bij zitten die er niet meer zijn. Dus die kun je alleen hier bekijken. Mensen kunnen een documentatiepapiertje meenemen, zo zie. Ja. En eh, die is alleen hier op te halen? Die is alleen hier op te halen. Het is het boekje met de beschrijving van alle gebouwen erin. En er zit ook de kaart bij met de looproute. CQ fietsroute, uh, die men kan doen. Dus de, het kaartje zit er ook bij. En kan gratis afgehaald worden hier bij ons in het huis van Katoen. Mag ik je bedanken voor het interview? Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.